Bij een ongeval op de N284 bij Bladel zijn zaterdagavond een dode en een zwaar gewonde gevallen. Rond 7:40 kwamen door nog onbekende oorzaak een auto en een busje frontaal met elkaar in botsing. Hulpverleners rukten met groot materieel uit, onder meer de brandweer en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Voor de enige inzittende van de auto kwam alle hulp echter te laat. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De bestuurder van het busje raakte zeer ernstig gewond en is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Verkeersspecialisten van de politie zijn begonnen met een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.